bijna aan het einde gekomen van dit voetbalseizoen. En aan het einde van het seizoen, dan zijn er vaak mensen die stoppen met een functie die ze bij de vereniging hebben uitgevoerd. En ik wil graag twee mensen in het zonnetje zetten. De eerste die ik even naar voren wil vragen is Henk Hooyer. Is dat hij al 15 jaar lang de functie van omroeper bij het eerste elftal heeft uitgevoerd. En dat hij besloten heeft om daarmee te stoppen. En dat hield in dat vandaag zijn laatste wedstrijd was waar hij commentaar en de doelpuntenmakers vermeld heeft. Je had vandaag een drukke dag, want je had veel te melden, Henk. Er waren veel doelpuntenmakers. En ze hebben toch nog even geprobeerd om de boel te saboteren. Want de stroomkabel was een stuk vertrokken, door de aannemer, had ik begrepen. Dus, maar, voor die 15 jaar, Henk, waar jij daar die functie hebt uitgevoerd, wil ik graag van iedereen hier aanwezig een enorm applaus. Jij mij 2 maanden geleden meldde dat je ermee zou stoppen met deze belangrijke functie. Toen heb ik jou gevraagd, Henk, wil jij om je heen kijken en meezoeken naar een opvolger? Want dat zal toch niet meevallen, want het is nogal, je moet er altijd zijn, als eerste thuis speelt. Je moet ook niet bang zijn om door de microfoon te praten. Maar ik moet jou toch een compliment geven, want binnen 2 weken kwam Henk naar me toe en hij zegt, Kees, ik heb iemand gevonden. Kijk, daar houden we van. Dan hoeven we zelf niet te zoeken, wordt gewoon op een presenteerblaadje aangeboden. En die opvolger, dat wordt Timo van Dijk, voor degene die dat nog niet wist. Henk, dat compliment, dat je dat ook geregeld hebt. Voordat ik jou de bloemen ga geven, Henk, jij bent gewend om door die microfoon te praten. Heb jij behoefte om wat tegen de mensen te zeggen? Nou ja, ik wil eerst natuurlijk al... Mensen bedanken, jullie waren altijd goed kritisch en je hoeft me iets fout te zeggen en je werd er meteen op gewezen, dus dat hield je scherp. Het waren 15 leuke jaren en wat dat betreft, ja, ik had straks al gezegd, in ieder geval bedankt voor jullie vertrouwen in me en, ja. En vooral natuurlijk mijn steun en toeval aan Thea, die heeft 12 jaar met mij in het hockey gezeten. En toen internet, kon iedereen al zien wat de tussenstanden waren. Dus dan was het telefoon een keer minder belangrijk. Maar in ieder geval Thea bedankt, ook als die 12 jaar dat je naast me gezeten hebt. En de laatste 3 jaar was wat minder gezellig. Maar toch ook wel leuk. In ieder geval hartelijk bedankt. En voor Henk heb ik ook een presentje, Henk. Ga gezellig met je vrouw uit eten. En hartelijk bedankt voor alle dingen die je gedaan hebt voor de club. Dankjewel.